is altijd rijp om met juiste te doen. Zo ben je een voorbeeld van moed en fatsoen. De tijd is altijd rijp om het juiste te doen. Zo ben je een voorbeeld van moed en fatsoen. Weet jij het verschil tussen goed en kwaad? Een ander vergeven is een zeer goede daad. Communicatie is de sleutel, maak het maar waar. Zo toon je liefde en respect voor elkaar. Weet jij het verschil? Het is altijd rijp om het juiste te doen. Zo ben je een voorbeeld van moed en fatsoen. De tijd is altijd rijp om het juiste te doen. Zo ben je een voorbeeld van moed en fatsoen. Ben je bang om vreemden even te leren kennen? Of heb je de neiging om van ze weg te rennen? Ben je eerlijk en oprecht of liever populair? Zou je moediger zijn als rijke miljardair? Ben je al tevreden even te leren kennen? Of heb je de neiging om van ze weg te rennen? Ben je eerlijk en oprecht of liever populair? Zou je moediger zijn als rijke miljardair? De tijd is altijd rijp om het juiste te doen. Zo ben je een voorbeeld van moed en fatsoen. De tijd is altijd rijp om het juiste te doen. Zo ben je een voorbeeld van moed en fatsoen. Kies je voor een leven zonder al te veel problemen, dan moet je wel de goede beslissingen nemen. Geloof altijd in jezelf en volg je geweten. Goede gedachten wil je zeker niet vergeten. Kies je voor een leven zonder al te veel problemen, dan moet je wel. De tijd is altijd rijp om het juiste te doen. Zo ben je een voorbeeld van moed en fatsoen. De tijd is altijd rijp om het juiste te doen. Zo ben je een voorbeeld van moed en fatsoen. Voor sommigen is de waarheid de allergrootste pijn. Als het hoofd verkeerd is, kan het hart dan goed zijn. Soms is het zwijgen een laffe vorm van liegen. De onbevlekte waarheid zal ons nooit bedriegen. Voor sommigen is de waarheid de allergrootste pijn.